Asja en Erik geen aantoonbaar verband dus. Zijn ze opgelucht daar, Moerdijk? Nou ja, goed, mensen waren toch ongerust. Hè. Er was toch een onderbuikgevoel dat er mogelijk een relatie zou kunnen zijn met aanwezigheid van het industrieterrein. En ook, ja, er waren recent natuurlijk die grote incidenten bij Chemiepak, bij Shell. En dan gaan mensen toch nadenken, hè. Zijn er kankergevallen en is er dan een relatie met mogelijk de nabijheid van het industrieterrein? Nou, we zijn hier zojuist in Moerdijk geweest. Hebben de mensen daar even de onderzoeksresultaten van vandaag aan de mensen voorgelegd? Ja, het zal zo zijn dan, hè. Boerenverstand zegt wat anders, denk ik, maar... Als je s'avonds kijkt, dan gaan ze afvakkelen. Ja, dan zie je soms de lucht helemaal geel. Hè. Nou, ze kan mij niet wijsmaken dat dat goed is voor de gezondheid. Wat zegt dat boerenverstand? Nou, dat wel opvallend is natuurlijk, de vergelijking. Wat is uw ervaring? Heeft u mensen in uw omgeving die ziek zijn en denken dat komt door het industrieterrein? Nee, op zich niet. Je ruikt wel eens wat, maar in Klundert zit je qua wind meestal wel goed. De wind is dan meestal gunstig. Dus ja, het is niet goed. Daar ben ik van overtuigd. Hoe minder je ruikt, hoe beter. Ja, Erik, de burgemeester is een van de mensen die heeft aangedrongen. Ook op dat onderzoek, heeft hij al gereageerd? Ja, de burgemeester heeft aangedrongen op dat onderzoek. Was niet voor niks, hè. Er kwamen signalen vanuit Klundert, van een huisarts, ja, die ook wel wat meer kankergevallen zou zien. Ze zei, ja, is er mogelijk een relatie? Nou, de burgemeester ja, die heeft daar nu in ieder geval duidelijkheid over. We kunnen hem zelf vragen. Hij staat naast me, burgemeester Kleijs. Ja, allereerst, wat vindt u van de onderzoeksresultaat? Ja, prima dat wij in Nederland in staat zijn om over 25 jaar natuurlijk statistisch op te halen hoe zich dat ontwikkelt. En nou, nu blijkt dat dat in Moerdijk, de kern Moerdijk, maar ook in Klundert, de andere kern in onze gemeente, niet echt significant afwijkt van, laat ik zeggen, landelijke gegevens. Is dat voor mij in ieder geval een geruststelling. Het zou heel anders zijn als je zou moeten zeggen van, nou, dat industrieterrein is verantwoordelijk voor alles en nog wat. Niet dus, maar ja, nogmaals, er zullen altijd mensen zijn die hun eigen conclusies trekken. Dat praat ik ook niet weg. Ik snap ook dat sommige mensen gewoon ongerust zijn. Ook goed om met de huisarts in contact te treden. Of met Want denkt u dat u de ongerustheid bij die mensen heeft kunnen wegnemen met dit onderzoek? Hè? Dat was een van uw belangrijkste doelen? Ja, voor een deel. Voor een deel. Als mensen het vertrouwen hebben in onafhankelijk onderzoek van de GGD, ja. Als mensen hun eigen conclusie willen trekken, nee. Dat was in ieder geval één onderzoek. Er komt ook nog een vervolgonderzoek. Dat gaat de komende maanden gaat dat plaatsvinden. Het gaat aan de hand van cijfers van de huisartsen. Nou, dat onderzoek zal zich gaan toespitsen. Hoe het zit met, ja, bijvoorbeeld aandoeningen aan de luchtwegen. Moet je denken aan astma, COPD. Is er een relatie tussen de aanwezigheid van het industrieterrein en dit soort aandoeningen? Dat zal de komende maanden moeten gaan blijken. En het is de verwachting dat begin volgend jaar de resultaten van dat onderzoek bekend zullen worden. Erik Peters, dankjewel voor nu.